vind het natuurlijk wel leuk om hier te staan, omdat ik wel denk dat ik wat te vertellen heb, omdat er gewoon heel veel gebeurt op het sociale domein. En dat is mijn werkveld in de gemeente Utrecht. We staan voor hele grote transformaties. Het Rijk wil de verzorgingsstaat veranderen. En dat willen ze doen door burgers weer veel meer aan zet te zetten en verantwoordelijkheid te geven. En om dat te realiseren, kiest het Rijk ervoor om taken te decentraliseren aan de gemeente. Als gemeente zien ze als eerste overheid. En de 3D's, dat is dan een beetje dat voertuig, dat staat dan ook voor 3 decentralisaties naar de gemeente. De decentralisatie van de jeugdzorg, de decentralisatie van de AWBZ-onderdelen die naar de WMO komen. En de decentralisatie van de participatiewet. Dat betekent ook dat de jongpopulatie bijvoorbeeld ook de verantwoordelijkheid van de gemeente wordt. Maar het is wel een beetje apart, want het Rijk wil dus burgers meer aan zet brengen en meer verantwoordelijkheid bij burgers neerzetten. En daarvoor gaan ze de gemeente meer taken geven. En dat is eigenlijk een beetje een vreemd dilemma. En daar wil ik het met u over hebben. Want vooropgesteld, gemeenten kunnen het dus helemaal niet alleen. Die kunnen het echt niet alleen. En we moeten samen dat met heel veel partijen in de stad ook gaan aanpakken en gaan oplossen. En daar wil ik u graag in meenemen in hoe wij dat in Utrecht gaan proberen. Of hoe we daar in Utrecht aan werken. En ik wil even beginnen met een klein uitstapje. Afgelopen dinsdag hadden wij weer kenniscafé. Kenniscafé Transitie Jeugdzorg, zo noemen we dat. We halen gewoon 1 keer in de 1-2 maanden. Dan zetten we in het vorstelijke complex, nodigen we iedereen uit die met de jeugdzorg bezig is. Alle niveaus, maakt niet uit, iedereen die wil komen, die mag komen. En dan zorgen we voor een programma. Want we willen graag met de brede jeugdzorg, met alle mensen, er zijn heel veel mensen in de stad bij betrokken, willen we leren, samen leren, denken, delen met elkaar. Hoe moeten wij nu die stappen in die decentralisatie zetten? Hoe moet dat eruit zien? Welke dingen moeten we doen? En ik was heel blij dat afgelopen dinsdag, toen begonnen wij dat kenniscafé weer met een ervaringsdeskundige. Met een moeder die een heel zwaar autistisch kind heeft. En die wilde dat met ons delen, hoe haar zoektocht in de jeugdzorg was geweest. En ik vind het altijd heel erg mooi dat we beginnen gewoon bij de praktijk en dat iemand dat met ons wil delen. En dat wij ook als alle professionals ook de tijd nemen om naar haar verhaal te luisteren. Want uiteindelijk is dat waar het om gaat. Dus dat was de eerste spreker. En ze vertelde dus over haar zoektocht en het was een heel aangrijpend verhaal. Waarom was het nou zo ingrijpend? Aangrijpend. Volgens mij is nergens in de wereld de zorg en ook de jeugdzorg zo goed geregeld als in Nederland. We hebben een enorm goed voorzieningenstelsel van jeugdzorg. Maar als je haar verhaal hoorde, dan bleek dat niet erg. Ze vertelde bijvoorbeeld dat zij zelf, toen ze de kind vrij jong, heel klein was, nog een babytje, dat ze toen al zag, dat is niet helemaal goed. Dus ze ging ermee naar het consultatiebureau, maar die zeiden, nee mevrouw, alle testjes scoort zo goed, dus dat is prima. Maar zij merkte dat het kind niet op haar reageerde. Nou, zei ze, misschien is het wel doof. Nou, gehoortest. Moest ze 6 maanden op wachten voordat ze, maar ze was ontzettend bezorgd, dus dat is ontzettend zwaar, ze dan 6 maanden moet wachten voordat ze naar een gehoortest kan. En toen bleek hij, want dat bleek helemaal niet het gehoor te zijn, ondertussen was ze zelf, het was een hele mondige vrouw, op zoek gegaan. En ze was een psycholoog tegengekomen, of een deskundige tegengekomen, die zei, oh, dit kind is heel erg autistisch. Heel erg boodschap natuurlijk. Maar ze ging verder in haar zoektocht. Ze had een logeeradres gevonden voor haar kind. Dat ze af en toe haar gezin kon ontlasten, dat hij opgenomen werd in het weekend. En dat ze even ook tijd hadden voor de andere kinderen in het gezin. Even kijken. Maar opeens werd ze gebeld s'avonds en mocht hij daar niet meer blijven. Want hij was te zwaar voor dat logeeradres en voor die groep. Dus toen zat ze weer met hem thuis en dat vond ze echt verschrikkelijk, dat had ze deze sheet bij laten zien. Goed, ze ging verder in haar zoektocht en ze had een leefgroep gevonden waar haar kind naartoe kon, want hij werd ook steeds groter, hij werd agressiever en echt een heel laag niveau, een niveau van onder de 2 jaar. Maar ze had uiteindelijk een plek voor hem gevonden waar hij dan 4 dagen in de week naartoe kon, was hij 3 dagen thuis en 4 dagen daar. En dat ging ontzettend goed, dat was een hele goede groep, dus ze was eigenlijk heel erg blij op dat moment. Maar wat gebeurde er toen? Het kind werd 12 en onze regels zijn zo, als je 12 bent en je wordt 13, dan moet je... Dan krijg je een andere financiering, moest hij naar een andere groep. En dat gold eigenlijk voor die hele groep. Dus in plaats dat ze een nieuwe groep begonnen met jonge kinderen, moest die hele groep verplaatst worden. Iets wat voor autisten, ze vertelden het heel boeiend, heel erg was. Dus het was eigenlijk, vertelde ze zo, hoe ze er ook zelf, het was een hele mondige vrouw, maar hoe zij haar zoektocht, hoe moeilijk dat het was. En wat je voelde aan haar hele verhaal, is dat ze eigenlijk moest vechten, voor haar gevoel, tegen ons mooie systeem, wat zij zo geweldig hebben opgetuigd met elkaar. En dat is echt toch wel een... Het trof me echt, zeg maar, want zij is nog heel erg mondig. En ik denk ook, er zijn heel veel mensen veel minder mondig, die er minder goed doorheen komen en minder uiteindelijk het kind op de juiste plek weten te krijgen. Want uiteindelijk is het haar gelukt. En wat ze ook heel goed vertelt, is dat ze door mensen in de hulpverlening soms heel erg goed geholpen werd. Ze kwam mensen tegen die haar leven gered hadden, zo vertelde ze dat. Maar even zo vaak kwam ze mensen tegen die ze echt helemaal, die er eigenlijk een beetje op de rand van de afgrond duwden. En allebei gebeurde.
En ik denk dat ik dat ook herken. Dat ons systeem ontzettend ingewikkeld is geworden. En dat we daar dus ook gewoon fouten mee maken soms. En dit is eigenlijk maar even, dit is dus een beetje ons probleem, vind ik. We hebben het heel erg ingewikkeld gemaakt in Utrecht. En ik denk dat velen van jullie hebben dit plaatje misschien al eens gezien. Dit is een beeld van, dat heeft de Stichting Beschermd Wonen in Rivierenwijk gemaakt, waar een klant, die dus in beschermd wonen zit, maar met welke instanties die allemaal te maken heeft. En het plaatje is niet compleet, want Sociale Zaken staat hier nog niet bij, en Stichting Mee staat hier nog niet bij. Als ik het plaatje laat zien, krijg ik die feedback. En het is knap, hè, dat mensen dat zo snel kunnen zien. Dat vind ik dus echt gewoon heel erg mooi. Maar wat ik ook wel wil benadrukken, ons systeem is te ingewikkeld geworden. Het ligt wat mij betreft niet aan de professionals. Ik kom ongelooflijk veel goede, hardwerkende, bevlogen mensen tegen die klaarstaan om mensen te helpen. Maar met elkaar hebben we iets gebouwd wat heel erg ingewikkeld is. En soms, ik denk dat hulpverleners zichzelf soms ook niet thuis voelen in ons eigen systeem. We hebben ook te veel dingen geprofessionaliseerd of gespecialiseerd. We zijn soms, alles maken we weer een specialisme van en daarmee wordt het ook zo ingewikkeld. En we hebben ook veel dingen geprofessionaliseerd. Ik zal een voorbeeld geven. We hebben een stichting Stade in de stad en die hebben ook een buddyproject. En die hebben dus maatjes getraind, dus vrijwilligers. Die willen heel graag iemand anders helpen. Maar ze komen dan bij mij en zeggen van, José, we hebben een groep buddies, maar er is niemand om te buddyen. En datzelfde heb ik een keer gehad met de diaconie, de Verenigde Kerken in Utrecht. Die hebben een maatjesproject voor mensen met schulden. En die zeiden, José, kan je ons helpen aan mensen met schulden? Want we kunnen niemand vinden die we kunnen helpen. Nou, ik kan u verzekeren, er zijn heel veel mensen met schulden in Utrecht. Maar je ziet het, het is ook een beetje de systeemwereld naast de andere wereld. En hoe krijgen we die dingen bij elkaar? Maar tegelijkertijd, dat is de ene kant, zeg maar, dit is ons ingewikkelde systeem, maar er gebeurt ook nog iets anders in onze samenleving. Gelukkig wel. En dat vind ik ook heel erg mooi. Wat je ziet is dat ook, je ziet ook dat sommige mensen, of het nou uit frustratie is, of gewoon dat ze iets willen doen voor de samenleving, dat ze een bucketlist gemaakt hebben. Je ziet ook dat heel veel mensen zelf initiatief willen nemen. Minder gezagsgetrouw zijn en naar de kerken en naar de bestaande organisaties gaan, maar ook kijken, kunnen we niet dingen zelf beter doen en kunnen we niet dingen anders doen? Denk bijvoorbeeld maar in ontwikkelingssamenwerkingen, dat mensen niet via de NOVIP of via de HIVOS geld geven, maar zelf een schooltje beginnen als ze op vakantie zijn. En dat ze nou, ook in de zorg eigen kinderopvang gaan organiseren. Of de Thomashuizen bijvoorbeeld, hè, voor gehandicapte kinderen, handje helpen enzovoorts. Het bruist in Nederland. En dat vind ik ook hier vandaag en ook met het Jij Maakt Utrecht Festival. Ik vind het ook een heel mooi gegeven. Er gebeurt gewoon ongelooflijk veel goede dingen. Precies eigenlijk wat de overheid wil. Er zijn heel veel goede initiatieven. En ik kan ze niet allemaal opnoemen, maar het is ontzettend leuk, zeg maar, ook die marktplaats, bijvoorbeeld Zorg voor Elkaar. Dus eens moeten kijken, als jouw moeder in Groningen woont en jij woont zelf in Utrecht ze heeft mantelzorg nodig, dan kan je zoeken of er misschien iemand in Utrecht in Groningen is die jouw moeder kan helpen. En misschien kan jij haar moeder helpen of zijn moeder helpen in Utrecht. Weet je, dat soort uitwisselingen. Er gebeuren hele erg mooie dingen. Maar tegelijkertijd is het ook complex. Je hebt de ene kant de wereld van de instituties en aan de andere kant heb je de wereld van, ja, leuke, geweldige, mooie initiatieven. En dat gaat niet vanzelf goed. En dat komt ook omdat het ook verschillende dingen vraagt van de overheid. Het vraagt eigenlijk ook verschillende rollen. En daar moeten we een beetje handigheid in krijgen om met die twee werelden om te gaan. En bij de RMO, ik ben zelf ook lid van de Raad van Maatschappelijke Ontwikkeling, noemen we dat swingen met lokale kracht. Hoe krijg je daar nou op een goede manier de beweging in, zodat je niet al de zorg weggooit of dingen niet meer doet, terwijl de andere kant nog niet klaar staat om het op te pakken. Maar het is een heel complex gebeuren en daar moeten we dus met elkaar naar kijken. Aan de ene kant willen we het zelforganiserend vermogen van de samenleving stimuleren, hè, zo noemen wij dat in vakjargon, maar we bedoelen eigenlijk vooral, laten we vooral de ruimte geven voor al die goede initiatieven die er zijn. En daar past bij dat je als overheid op je handen zit en niet alles wil regelen, want dat verhoudt zich helemaal niet goed tot elkaar. Maar aan de andere kant word je als gemeente door die decentralisaties ook verantwoordelijk voor nieuwe taken. Je krijgt heel veel extra geld. Nou, dan past het niet om op je handen te gaan zitten. Dan moet je ook iets nieuws bedenken. En dan moet je gewoon zorgen dat je de regie moet pakken om tot een nieuw systeem te komen. Niet de uitvoering zelf doen, dat is zeker niet mijn pleidooi, maar wel goede regie pakken op de innovatie. En we moeten het swingen tussen die twee zaken, dat moeten we leren. En dat zijn we echt nog helemaal niet goed in. We zijn echt net op weg of net begonnen om dat een beetje in de vingers te krijgen. Dus het swingen gaat nog een beetje hout terug en dat is niet erg, zolang het maar swingt. Want hoe doen we dat in Utrecht? In Utrecht zijn we al een tijdje bezig ook met die drie decentralisaties voor te bereiden. En ik ben ontzettend blij met alle potentie in de stad. Niet alleen zoals vandaag dat weer blijkt, maar ik zie het ook bij alle huidige instituties in Utrecht. De zorg- en welzijnsinstellingen in Utrecht. Daar ben ik ontzettend tevreden over. Dat die zelf ook allemaal zien dat de dingen moeten gebeuren. En die, met elkaar zijn we in gesprek over waar moet het naartoe? Hoe gaan we het doen? Hoe gaan we die veranderslag maken?
En daarmee creëren ze ook heel veel onzekerheid in hun eigen organisatie. Maar het is ook wel een compliment dat ze het aandurven. Dat ze ook zeggen, ja, het moet ook anders. We moeten meer samenwerken, meer ontwikkelen en andere dingen gaan doen. En we overleggen ook met de hele wereld om dat ook voor elkaar te krijgen. Met de cliënten, organisaties, belangengroeperingen, met wijkraden enzovoort. En het is ook heel nodig. Want wat we willen is een enorme cultuuromslag. En dat gaat niet vanzelf. We moeten samen een breed draagvlak ontwikkelen. Maar ik voel me wel gesteund door al die gesprekken dat mensen dezelfde kant op willen. Dit is een beetje een technisch plaatje, ik weet niet of je dat wel eens gezien heeft, maar dit is eigenlijk het model wat wij samen met al onze partners in Utrecht hebben ontwikkeld. En dat is een beetje wat wij gebruiken om te laten zien, kijk, dit is het model waar langs we de verandering gaan vormgeven. Dit gaat dan specifiek over de WMO, maar het is ook wel een beetje vergelijkbaar, in ieder geval voor de jeugdzorg en ook voor de participatiewet kunnen we dat ook gebruiken. Waar het heel erg om gaat, is dat we aan de bovenkant, kijk, waar het om gaat, is dat sommige dingen gaan gewoon goed. En die moet je gewoon vooral laten gebeuren en bemoei je daar niet mee als overheid, dan gaat het een stuk beter. Dat is één boodschap die erin zit. En aan de bovenkant zijn eigenlijk meer het zelforganiserend vermogen, alle leuke en geweldige initiatieven die we nodig hebben om het beter te maken in de stad. En in het midden, daar is de eerste lijnzorg, noemen we dat. Dat is eigenlijk de sociale huisarts, die willen we. Je hebt een medische kant en je hebt ook een sociale kant. In de wijken willen we dat dichter bij elkaar brengen. Want in de wijken moet het gebeuren. En het gaat ook hier natuurlijk met name om die wisselwerking tussen die verschillende vakken. Hoe krijgen we dat beter? En hoe we dat in het paradepaardje van Utrecht, dat is eigenlijk, dat zijn onze buurteams. En daar hebben jullie misschien al eens van gehoord, als je in Utrecht woont en werkt. Dat is eigenlijk het paradepaardje waar langs we die verandering proberen vorm te geven. In die buurteams willen we hoogwaardige professionals hebben die goede gesprekken kunnen voeren met mensen. En daar echt contact kunnen maken met mensen, maatwerk kunnen leveren. En vanuit die kant mensen kunnen helpen. En die buurteams die worden vormgegeven samen met alle partijen in de stad. Er werken alle mensen, alle verschillende zorginstellingen, welzijnsinstellingen hebben mensen geleverd om in mee te doen in de experimenten van die buurteams. En we zijn ontzettend tevreden over hoe dat nu loopt. En ik kan er nog veel meer over vertellen, maar daar heb ik nu geen tijd voor. Maar het gaat er wel om dat maatwerk, dat we dat kunnen leveren. En dat brengt me nog op een beetje de kern ook van de verandering. Die gaat toch over die gesprekken. Dat noemen wij in Utrecht een beetje in facta wel de kwaliteit van de interactie. Als we het gesprek beter krijgen tussen een klant en tussen een hulpverlener en hij kan echt luisteren. En heeft de ruimte om de tijd te nemen voor iemand, om echt te kijken hoe kan ik hem helpen. Ook een beetje over de regeltjes heen, niet alleen in zijn eigen vakje zitten, maar wat breder kijken. En ook iemand door ons land van zorg en welzijn helpen. Ook aansluiten bij wat er aan vrijwillige en burgerinitiatieven is. Daar geloven we heel erg in. Als dat gesprek goed gaat, dan doen we het heel erg goed. Is dit een hint? Ja. Ja, dan moet je het zeggen hoor. Ja. Maar ik was nog niet helemaal klaar. Wordt aangewerkt. Okay. Gewandig. Nou, ik was eigenlijk bezig omdat ik, dat die kwaliteit van de interactie, ik heb er ook nog een plaatje van, zeg maar, dat is toch wel heel erg de kern waar we op moeten focussen, dat primaire proces. Natuurlijk worden we in de gemeente afgeleid door wetten, door regels en budgetten. Maar we moeten ook blijven kijken dat het gaat om het goede gesprek. Op individueel niveau, maar die interactie moeten we op alle niveaus verbeteren, ook tussen instellingen. Ook tussen instellingen en partijen. En het gaat er ook om, durven we elkaar aan te spreken als iets niet goed gaat. Durven elkaar aan te spreken om het te verbeteren of beginnen we daarnaast iets nieuws? Voor je het weet krijg je weer zo'n spinnenweb. Dus we moeten zorgen dat we elkaar met elkaar samen dat uitvechten en kijken hoe het beter kan gaan. Hoe kunnen we dingen echt samen doen in het belang van de klant? En buiten is binnen. Ik denk dat geldt ook niet alleen voor gesprekken tussen organisaties en de gemeente en organisaties. Geldt ook binnen de gemeente. De gemeente zelf moet ook leren meer te ontschotten en te kijken. Als het niet bijdraagt, kunnen wij ook niet beter samenwerken en makkelijker naar buiten treden. Zitten wij burgerkracht soms niet te veel in de weg? Met subsidiesregels bijvoorbeeld. Daar moeten we ook veel flexibeler in worden om te kijken hoe kunnen we beter aansluiten bij de beweging die er nu is. Dus op alle niveaus moeten we dat proberen te verbeteren. We zoeken de verbinding en de kracht van de samenleving. En we zijn echt al een tijdje bezig. En ik vind ook dat we goed op schema liggen. En dat we in samenwerking met de stad, dat we er al goed mee bezig zijn. En we liggen eigenlijk meer op schema dan Politiek Den Haag op dit moment. En we hebben wel complimenten gekregen voor ons transitiearrangement. En we hebben al een keer een prijs gewonnen met de buurteams. Dus, en we willen dat heel graag samen doorontwikkelen. U kunt het allemaal nalezen op onze website. En ik wil er heel graag nog meer over vertellen. Alleen lukt dat vandaag niet. Maar ik wil nog wel eindigen met 3 tips. En als we echt aan die samenwerking voor die 3 decentralisaties, dan zijn wat mij betreft dit belangrijke tips. Laten we in de gaten houden waar het echt om gaat. Het gaat dus om die kwaliteit van die interactie, om betere hulp en zorg. En belangrijk is dat het gaat om die inhoud en laat ons niet laten afleiden door wetten, financiën of organisatiebelangen. In de tweede plaats, probeer het ook veranderkundig aan te pakken.
Want het is echt een cultuurverandering waar heel veel verschillende aspecten aan zitten. En dat is niet alleen via de inhoud kom je. Je moet ook echt het proces met elkaar organiseren en met elkaar erover in gesprek blijven. Ook heel belangrijk, als je iets bedacht hebt, denk niet, dit is de wereld en dat gaan we nu uitrollen voor de rest. Laten we ook oog hebben en laten we kijken van hoe we samen lerend verder kunnen gaan en blijven ontwikkelen. En niet te snel weer denken dat we een nieuw systeem gevonden hebben. Dat vind ik heel erg gevaarlijk. En wees niet bang voor verandering. Begin alvast aan de veranderingen die je nodig vindt. Wees de verandering, zeggen we dan maar. En tenslotte, er zijn wel eens mensen een beetje cynisch over die hele beweging van die decentralisaties en of het allemaal wel kan en die eigen kracht van die burgers en dat soort zaken. En tegen die mensen zou ik eigenlijk de woorden willen gebruiken van een grote Amsterdamse filosoof, een van de grootste Amsterdamse filosofen van de 20e eeuw. Die zei het altijd heel mooi, mooi kan ik het niet zeggen. Je ziet het pas als je het door hebt. Want dat is tenslotte, zeker met burgerkracht, is dat ontzettend belangrijk. En de verandering is al lang al begonnen. Ik dank u voor uw aandacht.